weer de straat op, de Grote Markt op in dit geval. En we laten deze foto zien. En natuurlijk eerst de vraag, weten de mensen wie dit is? En we gaan nog wat nader vragen over de gemeenteraadsverkiezingen. Als ik jullie deze foto laat zien, weet je dan wie dat is? Nee, sorry. Ja, ik kom wel bekend van, maar ik weet het echt niet meer. Ja, volgens mij een heel makkelijke vraag voor jullie tweetjes als ik deze foto laat zien. Wie is dat? Ja, heel bekend. Ja, ik ken hem ook. Ja. Wie is het dan? Peter Elbertsen. Ja. Van Volmondig, ja? Ja. Ja. Nou, leuk dat we jullie hier net op de Grote Markt van Breda treffen. Jullie zijn al volop bezig dan met de campagne. Ja, het is nu de tijd. Zijn jullie van plan om te gaan stemmen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Altijd stemmen, altijd. Ja, altijd. Ja, ja. Ja. Dat hoort erbij, vind ik. Dat moet, anders moet je je mond houden. We hebben geen recht om te spreken. Ga u stemmen op 21 maart? Ik stem op niemand meer. Stem op mijn eigen. Oh, stem op uzelf. U gaat zelf een partij beginnen. Weet jullie ook al wel op welke partij? Ik heb er helemaal nog niet over nagedacht. Ik heb er niet over nagedacht. Nee, ik zou het nog niet weten. Nee. Maar waarom ga je niet stemmen op 21 maart? Nee, ik stem. Ja, ik ga wel stemmen. Ik stem, tuurlijk. Okay. Maar ik zeg niet waarop. Oh nee, maar dat hoeft ook dat niet. Maar u hebt al wel een besluit genomen. Tuurlijk. Nou, benieuwd natuurlijk. Eerste keer dat Volmondig Ja meedoet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Waar staat Volmondig Ja voor? Voor totaal andere politiek, dat we geen vliegen af gaan vangen, maar dat we gaan samenwerken in de politiek. Dat we geen spelletjes meer spelen, geen achterkamerpolitiek. Wij doen het gewoon in de openbaarheid, met elkaar. We willen ook met de 39 raadsleden samenwerken en vooral ook met de burgers en de democratie in Breda veel meer naar de burgers toe brengen. Wijkt het wel eens af hoe dat je stemt of dat voor de landelijke politiek is of voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, best wel. Ja, natuurlijk wel. Ja. De gemeentepolitiek is natuurlijk heel anders dan landelijke politiek. Het gaat ook om je gemeentebelangen. Wat doet de partij voor jouw gemeente? Dat is geloof ik het belangrijkste, Peter, dat de burger erbij betrekken. Nou ja, dat is wat we gewoon de afgelopen periode gezien hebben natuurlijk. Dat alles dichtgetimmerd zit in een coalitieakkoord. En dat gaan we denk ik, als we daar niks aan doen, op 21 maart weer meemaken. En dat betekent dat hele goede plannen voor de komende 4 jaar gewoon niet tot uitvoering kunnen komen. En nou, ik hoef aan jullie niet te vragen, gaan jullie stemmen op 21 maart? Dat zal ongetwijfeld. Maar waarom moeten Bredana gaan stemmen op 21 maart? Ja, goed, als je mee wil praten, als je mee wil denken over hoe je stad er in de toekomst uit moet zien, dan moet je ook vooral gaan stemmen. Als je niet stemt, een verloren stem is gewoon ja, eigenlijk wel heel jammer voor de democratie, zeg maar. Jij hebt er nog iets aan toe te voegen? Nee, dit is het. Ja. Gewoon stemmen op 21 maart? Zeker stemmen, altijd stemmen. En vooral voor op ons, hè? Dankjewel. Het is 2018 en Breda kiest in maart een nieuwe gemeenteraad. Hoog tijd, want Breda is toe aan een nieuwe manier van besturen. Een manier van besturen die de stad weer teruggeeft aan haar inwoners. En pleit voor meer zeggenschap en invloed voor alle Bredanaars. Daarom is er een nieuwe beweging opgericht. Met politiek die de burger wel omarmt. Een partij die luistert naar nieuwe ideeën en met een open geest staat voor echte democratie, met minder politiek en meer burgerparticipatie. Dit is Volmondig Ja. Volmondig Ja is de toekomst. Een toekomst waarin bestuurlijke vernieuwing centraal staat. Het is de hoogste tijd voor een open bestuurstijl, zodat politiek dicht bij de mensen staat. Open, duidelijk en 100% transparant is. Volmondig Ja is er om te helpen de knelpunten in onze samenleving op te lossen door een constructieve dialoog, samenwerking en elkaar aan te vullen. Een politieke beweging die echt het beste wil voor iedereen. Politiek die motiveert, stimuleert en faciliteert. Volmondig Ja deelt een passie voor Breda. En samen kunnen wij in de komende jaren Breda beter, mooier en duurzamer maken. Daarvoor hebben we jou ook nodig. Doe met ons mee. Iemand die open-minded is. Die over zijn of haar eigen schaduw heen springt. Help jij ons om de noodzakelijke bestuurlijke veranderingen door te voeren? Stem op Volmondig Ja!